Ik heb heel... Onderschat haar vriend. Nee, nee, want ik dacht vroeger altijd dat het zo'n Chinese patat en was. Hoogvliet of ja. Maar even naar Ben toe. Heb je Gerritje nog gezien? Gerritje? Nee, heb ik geliefd. Ja, vertel. Ja, je hebt een nieuwe cd uit. Ja. Daar heb ik per ongeluk op mee gezongen, mag je? Ja, dan mocht je het meedoen. Dan moet je op zijn Haag zijn. Dan moet je uitkijken. Link uitkijken. Dan moet je uitkijken. Vuile lab. Maar die cd is net uit, toch? Nou, ja. Ja. Maar voor de Hagenaars wel. Maar hij is ook te koop bij... Hij is ook te koop. Bij de groenteboer? Nee, bij... Bol.com. Wacht even. Bij RVP Records. Oh. Ik krijg het niet op de stoot uit Haaks. RVP. Een raar taaltje. Hey. Okay. Ja, we zitten in Rotterdam, dat valt er weer bij. Ah, die zijn nog ergerd. Oh. Zijn die nog erger in Rotterdammers? Zo is het. 0-10. Nou, vind ik ook hoor. Ja, je mag alles zeggen als het maar niet over voetbal gaat. Hè. Feyenoord. Ja. Rotterdam is een Feyenoord. Hè? Een Feyenoord. Is een Feyenoord, ja. Die cd. Ja. En staan met allemaal rocksongs staan erop, hè? Rocksongs. Nou, rock. Ben wij niet normaal naar iemand? Er staat punk op. Punk. Blues. Jazz. Country. Ik kan op de tafel zitten uit. En ook muziek voor Wilco, die vindt dat ook leuk. Country even komen. Country. En voor Hans? Nee, metal staat er niet. Voor Hans staat er geen nummer op, maar Hans is meer van Pink Floyd. Nee, Hans is meer van Genesis. Hans is meer van zachtjes tikt de regen tegen het zonneraam, zou ik niet. Ja, maar dat is het weerbericht. Vandaar het weerbericht. Au! Dat is het weerbericht uit 1960. Sorry. Nee, doet het goed, Nico. Ja, te gek. We gaan straks wat veel gedraaid. Ja, hij draait. Maar daar duidt wat van. Ja. Soms wel. Voor veel gedraaid. Van al het geld, ja, het geld wat ik moet tellen. Nee, ja, hij doet goed. En, mooi, hij wordt nu ook in het buitenland verkocht. Ja. Dus. Mij hoor je niet klagen. Nee. Sinds dat ik een deal heb met RVP Records, hoef ik zelf niet meer zoveel te doen. Dus die doen alles voor mij. Ja, ja. En alle promoties. De afwas. De afwas. Dat is handig. Ja. Dus dat is wel fijn. Maar hij is ook te koop bij mij, kost hij maar 15 euro. En hij komt in februari op vinyl uit. Oh ja. Ja, dus dan kost hij 20 euro. Dan moet je wel eens een pick-up kopen. Ja. Die heb ik nog, zo'n oude Era. Heb jij nog zo eentje van Lenko? Mijn Era. Oh. Ja, pick-ups doe ik wel erbij, maar die komen wel uit China. Dat is een speciaal warm, maar ik heb geen lichtjes. Ja. Ja, je verkoopt gewoon pick-ups en dan krijg je dan gratis die plaat. Krijg je gratis die plaat op. Ja. Ja, dat is ook een nieuwe tijd, je weet het nooit. Pick-up, hè? Wij lopen alweer een paar jaar achter, maar er zijn wel allemaal weer nieuwe dingen aan dan. Ja. Ze kopen gewoon pick-ups. Ik heb het niet meer bij jou, hoor. Het is wat allemaal, hè? Het is nou. Ja, en ik denk dat ik hem ook op cassette ga uitbrengen. Turbo. Toen moeten we allemaal een cassette recorder gaan kopen. Ja, dat wordt te duur. Ja, maar dan moet je die bandjes nog wel kijken. Het mooiste is als jullie hem gewoon allemaal op cassette kopiëren en hem dan gratis weggeven aan iedereen. Dat is natuurlijk dat is de beste promotie. Ja. Toch? Wie wil nou voor mijn muziek betalen? Niemand toch? Ja, jawel. Ik hoor er toch een beetje een kerstsfeer. Zware kerstsfeerstemming. Ja. Maar laten we dan naar Rosie Pereira gaan. Ja, wacht even. Wacht even! Een, ja, kom maar. Ja, ik heb wel alles. Ze heeft een hele muzikale naam. Je komt ook uit een muzikale familie. Wil je wat zeggen? Ja. Okay. Mag wel meetrekken. Oh, ja. Ik hoorde iets roepen over Kilima Hawaiians. Ja, mijn vader. Ja, mijn vader. Ja. Kijk. 46 jaar bij de Kilima Hawaiians gezeten. Kun je daar? Ja. Als Sherlock. Allemaal uit Ofvliet. Dat is. Allemaal uit Ofvliet, ja. Ja. Dat was nog muziek voor de buizenradio, hè? Ja, dat wereldomroep zelfs hoor. 50 jaar.
Begin 60e jaar en zo. Ja, maar muziek is toch altijd geweest? Overal? Jawel, maar die groep, Kilima en Waar. Oh, die Kilima, ja, dat was toch wel een begrip hoor. Die waren, dat was toch 50 jaar, begin 60 jaar zo? Of, tijdens de oorlog hebben ze zelfs. Ah ja, 40 jaar. Ja, ja. De dus, tijd van Billy Holiday nog. En Pearl Harbor. Dat was het enige bandje in Nederland natuurlijk, ja. Die waren zo bekend dat het een begrip was geworden. En toen hebben ze ook nog een Nederlands, noem maar dat paardenhostel aan de muur. Weet je dat nog? Ja, ja, ja. De hangen paarden Maar daar was mijn vader nog niet bij. Oh. Dat was eind 50 en een oude zadel in de schuur. Ja. Dat kreeg ik nog herinneren als vriendje. Toen liep nog een korte broekie. En je hebt zelf ook je sporen in de muziek. Ja, de commerciële muziek, de popmuziek zeg maar. Ja, ja, ja. Met Andres, ja. Dat gaat toch zo gezegd Andres. Dat je je voeten moest vegen voordat je bent. Ja. Maar goed, maar ja, ik weet niet of je daarover wil hebben, maar het, wat je nu doet is natuurlijk te gek met een beetje soul, funk. Ja, wat ik nou doe is iets wat ik, ik heb er ook heel veel meegemaakt, hè. Ja, ja. En ik ben ook niet meer zo piep. En ik heb echt zoiets van, nou, er moet nou niks meer, gelukkig. Ik ben op een leeftijd gekomen waarvan ik dacht, ja, ik ga nou echt dingen doen die ik leuk vind. En, vind je dit leuk zo? Met jou. ja, leuk, maar heel gezellig. Vrijheid. Bij de Blues of Fields. Bij de Blues of Fields. Ja, tot nu toe valt het mee. Nou, ja. Gewoon lekker meegezongen toen in Winterswijk. Ja, helemaal te gek. Ja, ja. Weet je, zelf ook nog wel een bandje geformeerd. Ook 010. En het Terbrechtse weg repeteren we vaak zo gewoon een bluesband. Ja. En gewoon echt wel blues, jazzy. Ja. Wat nog meer? Ja, ballads, leuke. Ja, mooie liedjes. Met geen country. Ook. Geen country, nee. Nee. Country even komen. Maar ik ben nog een goede drummer. Ja, joh. Dus, ja. Ja, we rommelen maar wel lekker wat aan, toch? Ja, we gaan zo meteen even wat horen van jullie. Van ons, want ik doe ook mee als het mag. Ja, we gaan gewoon even lekker jammen, toch? Alweer? Dan doen we nu een nummer van Etta James. It's a man's world. It's a man's world. Ja, toch?